Ik parkeerde in Bussum achter dit mooie gebouw. Zou het hier echt zijn, vroeg ik me af. Midden in het centrum loop ik het terrein op van voormalig kostschool Marienburg, waar de deur voor me geopend wordt. Wat een prachtige en inspirerende locatie. Het gebouw ademt geschiedenis, maar het staat er toch ook in deze tijd. In het gesprek met Roelijke Schepers, de kunstenaar die ik vandaag mag interviewen, hoor ik hoe zij verbanden legt. Materie en bezieling. Werken en zorg dragen voor een betere wereld. Lichaam en geest. Ontroering en humor. Heden en verleden. Zodra je het werk van Roelijke ziet, raakt het meteen. Door vorm en kleur, zeker. Maar wellicht ook doordat haar kunstwerken zo duidelijk een verhaal vertellen. Dat van alles door me heen beweegt en van alles stroomt. Heel erg gefascineerd door het menselijke lichaam en wat maakt nou wel alles. Qua beweging en cellen en de communicatie tussen cellen. En alles weer door me heen beweegt van dat moment. Wat doe ik hier? Maar ik voel me dan meer een tool dan dat ik dat creëer. Daar heb ik dan heel vaak niks mee te maken. Dan denk ik, dan kijk en dan denk ik, oh ja, hoe perfect. Ja, wat vraag je daarvoor, ja. Misschien moet je nog even iets langer naar kijken. Mijn naam is Roelijke Schepers. En ik ben een kunstenaar. Je werkt ook veel met geometrische vormen. Ja. En is dat ook iets wat zeg maar vanzelf komt? Is dat een soort natuurlijk proces? Of zeg je nou, ik heb er gewoon heel veel mee of te houden van? Ja, nou nee, daar ben ik. Zolang ik me kan herinneren, was ik daar heel gefascineerd door. Door de geometrie en. En de huidige geometrie en die vormen, daar zat zoveel voor mij in, al kon ik het niet per se benoemen of beschrijven. Maar daar heb ik heel veel over opgezocht ook en over geleerd en voor mij, ja, dat deed zoveel met mij. En al die vormen, die geometrische vormen, die zijn te vinden in de natuur. Ja. Dus het zit overal in, wat je ook ziet, wat je ook bekijkt, ons hele lichaam is opgebouwd aan. En ja, je kunt ons opmeten specifiek door bepaalde measurements erin en de golden ratio bijvoorbeeld. En voor mij in die schilderijen, dat is voor mij eigenlijk de inspiratie. En voor mij spreekt het heel erg direct naar je subconscious mind. Dus ook al, je brein herkent gewoon die figuren, want dat zit in alles. Ja, precies. En daardoor wordt een boodschap of iets verteld, een bepaalde waarheid meegecommuniceerd. En wat zorgt voor een bewustzijnsgroei. Ik bedoel, is afhankelijk van de persoon die er open staat en zijn eigen proces, et cetera. Dus het is niet direct zo. Maar ja, ik geloof in, zo voelt het, dat ik met de kunstwerker daar kan bijdragen. Ja. Is het in die zin ook een taal? Ja, absoluut. En de schilderijen voelen voor mij absoluut als een extensie van wat ik niet kan vertellen in woorden of niet kan uitdrukken. Maar middels de schilderijen kan ik de uiting aan geven en wel vertellen. Goedemorgen, leuk dat we hier mogen komen. Ja, welkom. Om dit interview met jou te hebben. Zou je willen vertellen wie je bent en waar we zijn hier in deze mooie locatie? Ja, nou, mijn naam is Roelijke Schepers en ik ben een kunstenaar. En we zijn hier in een oud klooster.
in Bussum. En we mogen hier tijdelijk wonen voor nu inmiddels al bijna 2 jaar. En we hebben minimaal nog een jaar dat we hier mogen wonen met op dit moment 18 anderen. Dat is heerlijk. En is deze omgeving, die natuurlijk ook wat geschiedenis ademt, inspirerend voor jou? Ja, zeker. Want vlakbij de natuur. Je gaat hier zo de heide op natuurlijk. En het klooster zelf, de ruimte hier en de mensen, dat is met name heel inspirerend. Ja. Dus eigenlijk het hele Het hele plaatje. Pakket. Ja. Maakt het voor jou uit waar je werkt? Maakt zeker uit. De omgeving is in die zin belangrijk, dus het gewoon fijn is om een rustige plek te hebben en een omgeving die op ieder geval met deze mensen, we mediteren vaak en het is gewoon heel fijn om hier te zijn zelf en dat opent mezelf op, zeg maar, of dat is een vertaling uit het Engels. Maar dat wordt zorg voor inspiratie en met name dat naar me toe komt om te gaan schilderen en me geïnspireerd voel om dat te doen. Want er zijn periodes dat ik me niet geïnspireerd voel. Momenten dat ik het in één keer zie en voel en dan ga schilderen. Werkt dat niet ook zo met inspiratie? Dat het niet een continue stroom is, maar dat je ook rustmomenten hebt en dan weer hernieuwde inspiratie krijgt? Ik kan alleen maar vanuit mijn eigen ervaring spreken natuurlijk. Maar dat is voor mij zeker het geval. Ja. Ik heb momenten dat van alles door me heen beweegt en van alles stroomt. En daar dan iets mee moet. In verschillende vormen. Heel vaak in middels het schilderen. Maar het kan ook in het schrijven van poems zijn. Of andere teksten. Soms het maken van een video. Ja. Dat zijn de momenten, ja. En zijn er ook momenten dat je die inspiratie wel heel erg voelt, of die beweging zo in jezelf en die energiestroom eigenlijk, maar dat je er juist niks mee kan? Uiteindelijk kan ik er altijd wel iets mee, maar soms komt het wel bewegen door me heen, omdat ik niet zo goed weet van hoe het nou geuit, hoe ik het nou kan uiten. En heel vaak heeft dat te maken met mijn eigen proces. En dat zie ik in al mijn creaties, dat het heel veel zegt over waar ik sta en waar ik doorheen ga of me doorheen beweeg en wat ik aan het leren ben. Het is een heel individueel proces, zo zie ik elke schilderij eigenlijk. En ik heb wel momenten dat ik niet goed weet wat, hoe of wat, maar ik wel de inspiratie voel. En dat het soms even duurt voordat ik daar uiting aan kan geven of dat het compleet is. Of welke vorm? Is dat ook een vraag? Want je weet wel misschien dat je er iets mee kunt doen, maar dan kies je nog welke vorm? Of wordt de vorm door middel van een proces altijd duidelijk? Soms zie ik gewoon een flarden van, of heb ik iets in mijn hoofd wat ik wil uiten, maar nog niet precies weten hoe dat samenkomt, bijvoorbeeld in een schilderij. Of het moment dat ik daar mee aan de slag ga, dan wordt het wel vaak helderder en ontvouwt ik het. Maar dat moment, ik kan soms ook uren naar zitten en voelen dat het niet helemaal compleet is. En dan is het een soort van wachten. niet echt wachten, maar langzaam maar zeker wordt het compleet of helder. Of dan in één keer is het duidelijk en zie ik het. Groei je er dan enigszins in? Is dat het wachten? Net als dat je groeit, dan wacht je eigenlijk ook totdat je volwassen bent. Maar dan gebeurt er wel van alles en nog wat. Ja. Want ik kan gewoon een impuls voelen en inspiratie, maar alsof ik één stukje van de hele puzzel krijg. Dus dan voel ik het al wel en soms kan ik dan wel ook starten. Maar het gaat nooit sneller dan dat ik
de andere puzzelstukjes ook krijg. Precies. Dus dan, ja, beetje bij beetje wordt het dan compleet. Ik heb nooit dat ik het al helemaal voor me zie. Ongeveer. Maar het hele proces ernaartoe en het maken van, dat leert mij op de eerste plaats ontzettend veel. Gewoon in het staat van zijn waar ik dan in kom en de lessen die ik leer en alles wat ik ervaar en voel en de inzichten die ik heb. Dat is eigenlijk het ontvouwen van een kunstwerk. Is jouw uiteindelijke werk altijd een afspiegeling van jouw persoonlijke processen? Ja en nee. Omdat ik voel... het heeft heel erg te maken met mijn eigen proces. In hoeverre ik mij open kan stellen. En ontvankelijk ben. Ja. Voor de inspiratie. En nee, omdat ik heel vaak voel dat, zeker als ik aan het schilderen ben, dan kom ik in een bepaalde staat van zijn. Wat dan weer niet per se iets met mij te maken heeft. Er stroomt dan van alles door me heen. Ja. Waar ik zelf van leer. Maar wat niet van mij komt, of niet, in ieder geval niet van mij maakt. Nee, dan ben je meer deel van een groter geheel. Precies, ja. Tuning in to something bigger. En dan stroomt het door me heen. En in die zin sta ik er dan ook bij en kijk ernaar terwijl ik het doe. En het me beweegt en het vertaald wordt. Maar ik voel me dan meer een tool. Of een tool dan dat ik dat creëer. Ik voel me soms... Dan ook de observer. Dat brengt me meteen bij de vraag. Ben je dan ook wel eens verbaasd of verrast wat er dan uiteindelijk uit is gekomen aan werk? Ja. en sommige mensen vragen van, vragen me dingen over het schilderij. En als ik er zelf naar kijk. Dan lijkt het alsof ik exact dingen precies heb uitgemeten. En voor sommige geometrische figuren, vormen, heb ik dat ook gedaan. Maar hoe dingen dan precies exact zo uitkomen, daar heb ik dan heel vaak niks mee te maken. Dan denk ik, hoe perfect. Hoe perfect is het dat die precies die ogen daar zitten. Of hoe dat precies zo uitkomt. En dan kijken naar ik had het niet beter kunnen doen. zo'n gevoel. Dus ik ben dan verrast en verbaasd. En ik kan dan ook echt naar kijken van... Ah, cool. Als ik kan er zelf... En dat klinkt misschien gek. In mijn artstudio kan ik dan op de stoel zitten. En dan kan ik er echt naar kijken. Ook in het hele proces. Dan kijk ik er uren naar. Of ben ik er uren mee. En dan krijg ik meer informatie. Of dan voel ik in één keer impuls om weer af te maken. Of dan zie ik het ineens. Ja. Als het af is, dan kan ik ook naar kijken van, is nog steeds, het leerproces gaat nog steeds door, zou ik zeggen. Is dat je belangrijkste doel, iets leren? Is dat waarvan je misschien wel denkt, dat zou wel eens het doel kunnen zijn voor mijn leven? En met name groeien in bewustzijn. Dat is waar ik mijn leven al voel. Waar ik een interesse in heb van, wat doe ik hier? Hoe zit de realiteit of wat wij denken dat de realiteit is? Mm-hmm. Hoe zit het in elkaar? En daar heb ik altijd vragen over gehad en nog steeds soms vragen over. Dus daar gaat wel mijn onderzoek en mijn leven over in die zin. Omdat ik gewoon heel duidelijk voel dat er een veel groter... Of dat er een bewustzijn is wat door mij heen beweegt. Ja. En dat één aspect daarvan, van de creatie, is deze dit karakter of deze persoonlijkheid. Maar in wezen ook niet echt daar is of zo. We zijn allemaal onderdeel van een grote geheel. En dat met name, zowel in mijn eigen leerproces... Om me meer en meer over te geven aan dat
hogere zelf, hoe je het ook wil noemen, God, source, creatie. Ja. Dat voel ik wel meer alsof het daar mijn leven over gaat. Meer overgeven en ja. Vertrouwen. En al die expressies helpen me daarbij. En dat voelt ook als boodschap. Dat zou voor mij, of in ieder geval is de boodschap ook in mijn artwerk. Eigenlijk van nature, want dat is zo voelt dat voor mij. Dat het door mij iets beweegt, waar andere mensen ook iets aan hebben, mogelijk. Ja, nou, dat weet je natuurlijk nooit. Je weet ook niet hoe iets resoneert bij een ander. Maar ja, daar kun je pas iets mee doen als jij start met geven. Exact, ja. Zouden die existentiële vragen, want dat zijn het eigenlijk. Wat doe ik hier en wat doe ik van mijn leven of van wie dan ook zijn leven eigenlijk. Zouden die verminderd worden of minder prominent aanwezig als je meer vertrouwt? Nog meer op het grotere geheel, het hogere? Ja, nou ja, dat is eigenlijk precies het woord waar ik eerder zo op zoek was naar alles. Om te zoeken naar een purpose of wie ben ik nou eigenlijk? Dat voelt voor mij, het groeien in bewustzijn, dat voelt niet per se dat daar, en het leren zelf, dat daar een einde aan komt. En dat hoeft ook niet, want we groeien en leren. Maar het aspect van de rust die ik nu heb en ook de vragen die ik niet meer heb door erachter komen dat hoe meer ik te weten kom of denk te weten, hoe meer ik realiseer dat ik eigenlijk niks weet of heel weinig. En met name daar een soort van rust in vinden van oh ja, dat is maar één ding wat ik hoef te doen. Dat om mijn gevoel vertrouwen en even de rest overlaten aan het grote geheel en maar zien. En dat voelt nu en zeker de laatste maanden. Ja, ik voel ook een hele innerlijke rust. En alles wat ik dan wil doen is creëren. Ja, precies. Schilderen. Dat soort. En denk je dat vrouwelijke kunstenaars vaker zo'n soort pad afleggen? Dat die sneller in het meer, ik wil niet helemaal zeggen spirituele, want daarmee gaat het meteen ook weer in een bepaalde hoek. Maar in een meer zinvolle, creatieve hoek of zo gaan zitten. Meer het persoonlijke proces durven uit te beelden of te laten zien. Dan bijvoorbeeld het werk van mannelijke kunstenaars. Denk je dat daar een verschil in is? Of is dat heel persoonlijk? Nee, ik denk niet dat daar een verschil in zit. Wel als je dan over hebt inderdaad hoeveel mannelijke kunstenaars we kennen. Maar ik heb niet het gevoel dat het daarmee te maken heeft. Maar eerder dat vrouwen met andere dingen bezig waren. Als opvoeding of voor de kinderen zorgen. Of als je het hebt in ieder geval over dat heel veel mannelijke kunstenaars kennen. Daar ging je vraag trouwens niet over. Nee, mijn vraag ging eigenlijk meer over hoe mannen. Kijk, ik ben zelf altijd wat op zoek naar balans. En dat is ook waarom deze interviews gemaakt worden. Dat vind ik fijn om meer balans in te brengen. Van, goh, als we heel veel zien van mannelijke kunstenaars, wat prachtig is en ons allemaal raakt. En we zien eigenlijk minder van vrouwelijke kunstenaars, wat daar ook de reden van is. Dan wil ik daar een beetje een boost aan geven door er meer van te laten zien. En de vraag is dan eigenlijk, zien we dan ook ander soort dingen? Omdat vrouwen misschien in hun kunst of in het proces van het kunst maken, misschien andere dingen doen. Wat is jouw visie daarop? Dat is meer een beetje misschien een iets filosofische vraag, maar dat is meer de... Ik denk wat mannen of vrouwen betreft dat daar geen proces geen verschil in zit. Maar
Ik kan natuurlijk alleen maar over mijn eigen ervaring spreken. Ja, mijn interpretatie en mijn gevoel is dat met heel veel kunstenaars, die zeggen, of, en dat kan ook in de muziek zijn, welke kunst je maakt, op een gegeven moment die openheid in jezelf vindt, waardoor er dingen gecreëerd worden. En ja, en dat hele mooie kunstwerken oplevert. Ja. Ja. Je hebt ook een ander leven gehad en hele andere studies gedaan. Wil je daar iets over vertellen? Ja, ik heb fysiotherapie gestudeerd en ook de sportacademie gedaan. En een tijdje gewerkt als fysiotherapeut. Maar ja, tijdens mijn studie wist ik eigenlijk al dat ik wist niet precies wat, maar ik voelde van ik wil elke dag opstaan en doen waarvoor ik hier ben. Wat het dan ook precies mag zijn. Ja. En daar zo voldoening en inspiratie en alles uithalen. En ja, ik kwam al heel snel achter. En iets in mij wist het al. Van dat ga ik niet vinden in de doorgaanse dingen. En normale levensstijl zoals we dat gewend zijn. En zoals ik dat zag bij de mensen om me heen. Maar ja, ik moest al een keuze maken en toch maar gaan studeren. En ik was heel erg gefascineerd door het menselijke lichaam. En wat maakt nou dat alles, ja, qua beweging en cellen en de communicatie tussen cellen en de hele fysiologie, daar was ik heel nieuwsgierig naar. Ja. Dus vandaar toen mijn keuze voor fysiotherapie. Ja. Meer dan het vak zelf. En wat maakte dat je uiteindelijk zei van zo, nu is het genoeg, ik ga dat dan nu ook niet meer doen? Want ergens is een moment geweest waarop je zei, nou, ik werk nu niet meer als fysiotherapeut. Ja. Wat was dat moment en wat, ja, wat was de aanleiding en hoe, nou, wat werd er wellicht bewogen toen in jou? Ja, het was eigenlijk alsof ik aan het wachten was voor een moment dat ik echt een keuze maakte van oké, nu verlaat ik mijn werk en ik werkte überhaupt alleen maar 2 uur, zodat ik mijn huur kon betalen en alleen de basisdingen kon doen. En daarnaast was ik al met allerlei andere projecten en dingen bezig. Ja. En tijdens mijn studie had ik veel gereisd en na mijn studie heb ik met mijn vader de Camino de Santiago gelopen. Dus ik was altijd bezig met, oké, wat is het dan? Ja. Maar een moment, dat weet ik heel goed, dat ik besloot van oké, ik kan hier niet verder. Dat was eigenlijk op 1 januari, of het weekend van 2 en 3 januari 2016. Toen werkte ik nog een fysiotherapeut, maar toen zag ik een advertentie voorbij komen op Facebook. Ik zag dat er een retreat was in Amsterdam van Bettino Massaro. En ik kende helemaal niks van hem verder. Maar dat was een spirituele leraar. En nou ja, dat hele weekend heb ik alle afspraken gecanceld en ik ben naar dat weekend gegaan. En de laatste meditatie dat we deden op de tweede dag, toen was het heel duidelijk van, ik ga allemaal spullen verkopen. Ik zeg een baan op. Ik verlaat mijn appartement waar ik toen met mijn zus woonde. En ik ga naar het volgende retreat. En dat was in Hawaii. En nou, dat was ook heel duidelijk. Geen twijfel over mogelijk. En dus ik ben 2 maanden later naar Hawaii gegaan. Vervolgens naar Amerika. En nou, ja, ben ik eigenlijk gaan reizen. En ja. Nou, ja, toen, ja, werd me steeds helder. Toen heb ik andere mensen ontmoet die met dezelfde vragen bezig waren. En ja. Ja, waar ik mezelf in herkende. En een aantal van, of met die mensen woon ik nu ook hier. Ja. Waar ik dat mee deel. Dus ja, dat is eigenlijk het moment geweest dat ik daaruit uitgestapt ben. Ja. En kan jij, als je naar je eigen werk kijkt, kan je dan ook zien wanneer het gemaakt is? In de zin, natuurlijk weet jij wanneer het gemaakt is, maar
kun jij zelf de processen nog terughalen in je herinnering die bij die serie of bij dat specifieke werk hoorden? Ja. Ja, dat is wel een leuke vraag. Want als ik naar een kunstwerk kijk, dan, ja, dan is het alsof ik niet alleen maar zie wat nu is, maar dan ja, alsof alles weer door me heen beweegt van dat moment. De tranen, de inzichten. Ja. En dat is per werk verschillend. Want zeker bij mijn laatste werken gaat het meer over ja, de inspiratie en is een ander soort proces dan de werken die ik in het begin heb gemaakt, waar ik veel meer mezelf tegenkwam. En, ja. Er zit veel meer emotie in die zin. En is het dan ook eng om ze te laten zien? Of zeg je nee, want ik heb dat proces dus doorgelopen en voor mij is dat dan nu klaar, dus nu kan ik dat wel aan de wereld tonen? Ja, in het begin merkte ik wel dat ik dat toch met mijn eerste werken dat ik dat spannend vond. Maar nu, nee, nu heb ik niks in mij. Ja, voelt van, oh, nee, je kunt het mooi vinden of niet mooi vinden, dat maakt niet uit. En ik denk wel dat het ook te maken heeft dat ik voel dat het, ja, dat ik, alsof ik heb het een co-creatie gemaakt. Ja, met iets meer dan mezelf. Dus het komt niet alleen vanuit mijn mind. Dat maakt dat het minder persoonlijk voelt. Ja. Ook. Dus dan is het gewoon ook, nou, dit is wat het is. Ja. En mag je mooi of niet mooi vinden. Maar dat zegt niet heel veel over mij. Zo voelt het. Niet per se. Nee, precies. Dus, en dat is fijn. Want, ja. Ja, anders is het ook moeilijk. Kijk, sommige mensen zijn natuurlijk ook heel ongenuanceerd in hun kritiek. Of het raakt ze dusdanig dat ze misschien onaardig ervan worden. Ja. Dat kan. Ja. En als dat je dan heel persoonlijk raakt, is dat natuurlijk wel moeilijk om dan een volgend werk weer te laten zien en je zo kwetsbaar op te stellen. Dus als daar een soort filter tussen zit, is dat wel prettig. Ja, natuurlijk. Ja, nee, ook, absoluut, ja. Nou, laatst was iemand wel die zei van, nee, de volgende keer zou ik sowieso doen. En dat ik merkte dat van, misschien moet je nog even iets langer naar kijken. Want dat ik voelde van, je mist de essentie. En toen dacht van, maar ja, wie ben ik om te bepalen wat de essentie is voor die persoon natuurlijk. Ja. Ja, als iemand zoiets zegt, kan het natuurlijk ook heel erg juist op het technische vlak zitten. Terwijl dat niet per se dus is wat jij aan het doen bent als je je kunst aan het maken bent. Hoewel het er ook technisch uitziet en technisch goed in elkaar zit, is het niet van, ik gebruik deze schildertechniek, ik doe en deze regeltjes. Juist eigenlijk het tegenovergestelde. Ja, ik weet ook heel weinig van, in die zin moet ik zeggen. Ja. Als ik andere kunstenaars tegenkom en zeg van, ja, welke technieken gebruik je dan? Of hoe werk je? Welke opleiding heb je gedaan? Dus ik, kwast en verf. Ja, dat is het dan ook echt, ja. Ja. Ja, dat weet ik niet. Ja. Dus verf en de kwast, that's it. Ja, wat mooi. Nu verkoop je ook werk. En hoe ging dat eigenlijk? Dat kwam dat opeens? Of, Het is eigenlijk mijn enorme intentie geweest om te gaan verkopen. Maar op een gegeven moment kwam iemand aan mijn deur. Kan ik het niet kopen? Ja, wat vraag je daarvoor? Ja. En toen kwamen andere mensen die ook zeiden van, hey, wat cool. Waarom maak je er geen prints van? Dat je de prints kunt verkopen. En we hebben meer daarover nagedacht. Van ja, waarom niet inderdaad? En met verschillende mensen gesproken. Dus nu koop ik ze ook. Ja. Print en ook originele. Ja. Ja. En dat doe je dan via een website of zo? Ja. Oké, die kunnen we dan straks nog wel publiceren. Ja, roelike.art. Nou, very nice. Ik zie dat je werk ook best heel kleurrijk is. Is kleur voor jou ook een soort taal? Ja. Ja, absoluut. Wat vertelt een kleur je dan? Of is het juist de combinatie van de kleuren?
Ja, ik merk in het maken van schilderijen dat de kleuren heel bepalend zijn. Want ja, niet elke kleur zomaar bedoeld om... Of dat ik daar heel specifiek in ben. Dat ik echt voel van welke kleur ik voel. En ja, omdat elke kleur natuurlijk ook een bepaalde frequentie heeft. En ja, het is één geheel en het is een energetische blauwdruk. Zo voel ik het dan. En dus ja, de kleuren zijn bepalend voor de feel van het schilderij. Maar ook de hele energie, het complete plaatje daarvan. Dus... Ja, kleuren zijn heel belangrijk, ja. Ja. Je ook nog iets ander werk laten zien? Want je zei, ik maak ook wel eens andere dingen. Wat zijn dat vandaag de pudding? Ja, bedoel je zeg maar in de... Bedoel je dan in de poetry of met andere dingen als in kunstwerken? Ja, ik vind poëzie ook kunst. To be honest. Ja, nou ja, absoluut. En eigenlijk al het... Ja, het is natuurlijk... We hebben op een dag besloten... Dit vinden we kunst en dit vinden we allerlei gewone dingen. Terwijl heel veel creativiteit... Die je ook voor heel veel andere dingen gebruikt... Die kunnen ook gewoon ingeblazen worden. Ja, nou ik heb bijvoorbeeld een kunstwerk gemaakt van... oude menukaarten van een Italiaans restaurantje... Waar ik een paar jaar geleden werkte... En ze kregen nieuwe menukaarten. Ik zei, wat ga ik met die oude doen? Ik zei, ja, weggooien. Ik zei, mag je niet meenemen? En daar heb ik van die menukaarten... wat ook echt helemaal volledig menukaart is. Dus de voorkant, de achterkant. De achterkant zat een zwart-wit foto van Italiaans iets. Wat ik dan gebruikt heb, is volledig is het van die menukaart gemaakt. En ja, daar heb ik dan iets nieuws van gecreëerd. Ja. En ja, of van hout, op een plek waar ik woonde in Edam, waar ik hiervoor woonde. Daar zat een hele grote loods onder met allemaal materialen. En daar hadden ze van die zakken staan, van die houtplintjes of dingen. En daar heb ik bijvoorbeeld nu ook een kunstwerk van gemaakt. Vind je dat leuk om met oude materialen te werken? Of oud, maar... Materialen die eigenlijk voor anderen geen waarde misschien meer hebben. Maar voor jou weer iets nieuws kunnen worden. Ja. Ja. En wat is daar zo leuk aan? Ja. Nou, eigenlijk toen was het... heb ik er niet echt heel veel over nagedacht. Het was gewoon een inzicht. Want ik zag het allemaal... ze wilden die menukaart bijvoorbeeld weggooien. En van, oh, nou, misschien kan ik er nog... Of op papier, misschien kan ik er nog wel iets mee doen. Ja. En een dag later zat ik op de grond. En was ik dat aan het scheuren en het plakken. En na twee dagen was het wat het is. Ja. En toen heb ik daar ook... Toen ik dat gemaakt heb ik er ook een filmpje van gemaakt. Van het hele proces. Ik had de camera al gewoon neergezet. En, leuk. Dus ik heb een filmpje van het proces ook gemaakt... dan heb ik een ander kunstwerk van een boek van Bettino Massaro ook. Daar heb ik pagina's uitgescheurd en als achtergrond gebruikt. Dus ik vind het leuk om met andere materialen bezig te zijn. En het is leuk als dan ook nog gerecycled is, bijvoorbeeld met het hout. Ja. Maar het is niet per se dat ik daarna op zoek ga. Nee, je komt het eigenlijk tegen en dan denk je meteen, oh, daar kan ik misschien wel wat mee. Of ik neem dat mee en dan kijk ik wel wat er tussen mij exact. En dit materiaal gebeurt. Precies. Dus het is geen plan, maar dat ontstaat. Maar zonder verleden geen heden. Dus als je nu kijkt wat een mooie kunst is geworden en wat het eerst dan was, dan geeft dat ook eigenlijk een soort... proces weer, wat natuurlijk wel mooi aansluit bij de kunstwerken die je maakt van scratch eigenlijk. Ja. Terwijl die anderen, die waren eerst al iets. En jij was ook eerst al iets. En wat niet waardeloos was natuurlijk, toen was je ook al een instrument. En niemand wist dat je daarna dit ging doen allemaal. Dat wist die muziek ook niet. Ik bedoel, hè? Dus exact, ja. iets kan ook een andere betekenis krijgen. Mm-hmm. En dat haal ik ook wel uit jou... verhaal, dat je steeds meer zelf een instrument wordt om betekenis te geven aan iets wat je, waar jouw eigen betekenis niet ineens meer waard is dan hoe het vroeger was.
En ja, je kan er meer handen en voeten aan geven. Ja, ja, precies. Dus ja, en als je kijkt naar de kunstwerken, deze heb ik bijvoorbeeld ook een van de eerste schilderijen. Nou ja, soort van de eerste schilderij. En die daar hangt, die is al een paar maanden terug. Dus ja, daar zit een hele evolutie ook in. En dat schilderij, daar heeft ook nog iets onder gezeten. En daar had ik iets anders geschilderd. En daar was ik, ik vond het niet mooi. En daar was ik nog, ik was met mezelf heel erg aan het stoeien op dat moment, of in die periode. Ja. En toen ben ik helemaal overnieuw begonnen. En toen is het dit geworden. Dus, mooi. Ja, dat is een ander proces. En het maken van dat schilderij, dat heb ik buiten gemaakt. In de tuin hebben we een huisje. Leuk. Een soort van overkapping. En daar heb ik dat gemaakt. En daar in dat huisje kwamen in die periode heel veel mensen die hier wonen of die we op bezoek hadden, erbij zitten. En ik heb heel veel gesprekken en dialoog gevoerd. Of samen geweest of gemediteerd terwijl ik dan aan het maken was. Of in ieder geval tussendoor. Het was niet per se alleen maar het schilderen en dat zij er waren. Maar ja, er waren mensen om me heen die met elkaar gesprek hadden. En die kwamen dan bij mij daar in het huisje zitten terwijl ik bezig was. Ja. Dus ja, als ik dadelijk kijk, het heeft ook heel veel kleuren. Maar ja, dan alsof het allemaal meegenomen is in het schilderij. Ja, voor mij. Al die andere mensen hebben natuurlijk ook allemaal verschillende kleuren meegenomen. Ja. Dus dan. Ja, exact. En het heeft gouden randjes. Is dat ook de ervaring? Een ervaring met een gouden randje? Ja, van het hele proces. Ja, absoluut. En als je hier ooit moet verhuizen, want je zegt ik mag hier nog ongeveer een jaar blijven. En dan neem je dit allemaal mee. Dan, ja, natuurlijk neemt iedereen zijn herinneringen altijd mee. Maar je hebt ook echt iets tastbaars aan bijvoorbeeld zo'n werk gemaakt in het huisje. Is dat dan van andere betekenis? Ja, voor mij persoonlijk van een andere betekenis. Gewoon met name omdat het me herinnert aan een bepaalde tijd. Ja. En voor mij die energie daar ook in zit. Omdat ik dat voel als ik naar kijk, dan ja, alsof het complete plaatje. Ja. Of het een film, alsof ik een film kijk in 2 seconden of een paar seconden. Ja. Maar het is niet per se meer waarde of zo. Niet meer of minder waarde. Maar wel een ander gevoel of een ander hoofdstuk. Nou ja, als je alleen werkt, werk je alleen. Dus ja, dan is er heus inspiratie en zo natuurlijk. Maar dan is het wel jij en wat er verder nog meer is. Terwijl bij een schilderij waar andere mensen ook een beetje in en uit bewogen, dan is het natuurlijk toch meer. Er is meer, want die andere mensen nemen ook hun deel mee. Ja, absoluut. Maar het is niet, voelt niet per se dat het daardoor meer waard is. Nee, precies. Of wel, maar niet per se. Het is gewoon rijk. Ja, niet per se als in waarde. Maar niet, wel als ja, niet in meer dan, rijk. Ja, dan dat. Ervaringsgezien. Ja. Misschien uiteindelijk als ik het verkoop wel, maar misschien willen die anderen het wel hebben. Dus, ja, dat mag erbij, dat wil ik ook. Ja. Nou, Roelke, ontzettend bedankt voor dit fijne gesprek. Ja, jullie ook. Ik vond ook het gesprek al heel inspirerend. Naast dat we een kijkje mochten nemen in jouw werkruimte en ook een klein beetje in je geest. Ja. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Heel veel dank aan Roelke Schepers voor de ontvangst op deze hele bijzondere locatie waar ze werkt. Via links onder deze podcast, in onze blog, de Ludeo website en Kunsttaal social media kanalen kun je Roelke vinden en volgen. Als je met plezier naar onze podcast geluisterd hebt, wil je dat dan delen, een beoordeling geven en een review achterlaten? Ben je er volgende week weer bij? Elsa Zijlstra ontvangt ons dan in haar nieuwe onderkomen. Dus je bent heel gericht bezig
om te kijken naar die natuur. En waar juist datgene ligt wat niet in de natuur hoort. Heel erg veel plastic en dat is de grondstof voor mijn kunst. Ik zou het ook oprecht heel erg vinden als ik dit stukje plastic kwijtraak, bijvoorbeeld. Puntjes, ik bewerk het afval nooit, dus ik kan er verder niks meer aan doen. Het is zoals het is. Ja, ik denk wel dat dat stappen zijn die, dat ik nu denk, ik wil dat een keer groter zien en een groter werken. Maar dit stuk blik was door een grasmaaier helemaal vermalen. Het is zoals het is, omdat ik wel ja, dus echt die ruimte in mijn hoofd moet hebben om dingen te kunnen maken. Kunst maken is ook alweer heel intensief. Het is zoals het is.